Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe Game Meister video. Vandaag spelen we weer Stormwind. Alhoewel moeten we even zometeen over de naam gaan praten. Maar laten we eerst beginnen met een ritje. In de vorige aflevering heb ik een beetje de introductie gedaan. Heb ik geleerd hoe moet ik dit spel nou besturen. Weet ik dat nog? Nee. Maar, want het is alweer eventjes geleden dat ik dit spel heb gespeeld. We kunnen roam around Kaltenbach Estate freely and as long as we like. We should keep our eyes peeled for hidden objects. To return, we either ride back to Kaltenbach Estate or use the main menu. Oké, dus ik moet gewoon even wennen hieraan. Maar ik wil toch deze gamer spelen, want vorige keer beviel me toch wel goed. En heel veel mensen van jullie vonden het leuk. Even kijken. Hoe moet het ook alweer? Ik krijg mijn paard schuit. Oh, oeps, dat is niet de bedoeling. Ja. Het was even van voor naar achter, van links naar rechts. Maar we zijn er... weer bij. En oh, kijk, ik kan zelfs de camera veranderen. Dat vind ik wel heel tof. Kan ik gewoon lekker naar de gezicht kijken. En ik heb een beeldje. Yay. Er zijn superveel beeldjes blijkbaar. En wat zijn die groene dingen? Wat is dit? Eén gevlekte scheerling verzameld. Wat is een gevlekte scheerling? Sorry dat ik zo'n harde G heb. En wat is dit? Een brandkruid verzameld. Bedoelen ze niet gewoon brandnetel? Ik heb gisteren nog brandnetels aan mijn paarden gegeven. En heel veel mensen vroegen waarom. Maar dat is dus bloedzuiverend. Dus heel gezond. Dus vandaar dat ik het aan mijn paarden heb gegeven. Maar ja, daarom. Ja, hier nog een beeldje. Oh, en blijkbaar die man die we in de vorige aflevering hebben gezien. En ik vroeg me dus af of hij kaas of hout aan het snijden was. Windstorm's looking happy. Het huis is al hout. Is dat een kaas of een stukje hout? He got a little sad sometimes. Dat blijkt dus hout te zijn. Dus vandaar ook al die beeldjes. Ik heb nog steeds de film niet gekeken. Sorry. Het spijt me. Er is trouwens niet één film. Er zijn iets van 3 of 4 films. En heel veel van jullie vinden die film super leuk. Dus ja, ik moet ze wel echt een keertje kijken. En mijn beeld hing een beetje vast. Ik hoop dat alles goed gaat. Ja, nog een brandkruidje. Hoe spring ik ook weer? Oh ja. Joepie. Is dat een paard of een koe? Oh, kunnen we over de koe heen springen? Hij rent met ons mee. Oh, dat wil ik nog een keer doen. Oh, dit was echt cool. Oké, wacht. Welke gaan we uitkiezen? Daar, die. Dan kan ik ook een coole thumbnail maken. Ja, deze. Deze wordt het. Oh, de. Oké, welke wordt het? Die staat echt perfect. Wee! Ik had ook in de vorige aflevering wat gezegd over zijn lichaamsbouw. Want als je kijkt... is dat hoofd echt heel klein en zijn die borstspieren... Oeh, een mooi ding. Een vliegtuig. Maar die borstspieren en die kont, die zijn echt enorm. En die nek is echt super klein. Het is gewoon niet in verhouding. En heel veel mensen zeiden van... ja, nou, maar zo is een quarter horse. Daar hebben ze het op geïnspireerd. Maar kom op, dit is een quarter horse. En kijk dan naar dit paard. Dat klopt toch niet? Maar goed, verder is de game leuk, denk ik. En we gaan even wat anders doen dan beeldjes verzamelen. Dit is leuk voor mijn vrije tijd, maar voor jullie... mwah, denk ik. Tinka, zij heeft iets voor ons. I'm happy to have you back. I'm happy to be back too. Did you happen to see Sam? I wanted to say hello to him, actually. Sam? No, I don't know where he is either. Nou, het gaat gewoon over Sam en we moeten hem vinden. Okay, I'll take. Hij zit ergens te slapen. Maar we gaan hem zoeken. Waar is Sam? Oké, ze heeft op de kaart aangegeven waar Sam zijn favoriete plekje is. Dus daar gaan we even kijken. Ik ben benieuwd. Is Sam dan een jongen die zij leuk vindt in de film of zo? Dat verwacht ik nou in ieder geval. Oeh, rustig paard. Daar gaan we. Gaat het op tijd? Ik hoop het niet. Ik weet ook echt niet waar ik naartoe moet gaan. Oh, wacht. Ik kijk even op de kaart daaronder. Ik kan niks vinden hoor. Ik vind het wel echt een heel mooi gebied. En ik zie nu trouwens dat oranje, zeg maar daar bij die bomen, daar mag ik dus niet naartoe. Want ik mag niet uit het gebied. Nou, dan rij je maar even zo. Oeh, ik zie daar een auto staan. Misschien is hij hier. Is dit zijn auto? We must be really close. Ja. Ik zie daar wel een T op de kaart. Rijd maar naartoe, ik weet niet wat het is. Maar hier stopt het gebied. Sam, ben je daar? Zit hij hierin?
Vast in de buurt. Maar waar is die dan? Is het niet in een auto? Sam, kom eens naar buiten. Oh, mijn paard ging even in. Die dacht ook, maar kom eens naar buiten. Dus zo denk ik dat een paard zou praten als hij zou kunnen praten. Maar... ik zie daar een tractor. Moeten we hier zijn? Yay! Nou, gevonden denk ik. We worden steeds beter. Welke eigenschap zullen we nu verbeteren? The platform has four attributes that influence his performance. Speed, stamina, agility and resilience. Ik vind hem eigenlijk al wel snel genoeg. Uithoudingsvermogen is misschien wel handig. Oké. Okay. Ik vind hem daar echt heel mooi uitzien. Kijk, daar vind ik hem beter uitzien. Hij heeft nog wel grote borstspieren en bilspieren, maar... ziet er mooi uit zo. Oké, ik denk dat ik voor wendbaarheid ga. Nieuw, het meer. The track leads from the paddock to the lake and back. Can you beat your best time from back in the days with Windstorm? Oké, ik kan proberen. Ik moet het record gaan verbeteren. Nou, daar gaan we. Help. In ghost races, we see our own ghost racing against us. Our best time is saved and we can always come back and try and improve our time. Ik moet tegen mezelf rijden. Tegen mijn eigen geest? Eeuw, maar dan ga ik juist niet heel snel rijden. Want dan kan ik de volgende keer mezelf weer verbeteren. Ik rij ook echt... is dit het snelste wat ik kan? Oh, nee! Hoe ga ik ook weer in die hele... ja. Ik mag mezelf niet inhalen. Of mijn... huh? Nee, mijn geest mag mij niet inhalen bedoel ik. Heel raar. Maar ja, maar ik heb het knopje weer gevonden. B is die hele snelle stand, die race stand. Zo, dus dat doe ik gewoon heel even zo af en toe er doorheen. En dan kom ik hier doorheen. Oh, toch. Ja, kijk, gaat goed in. Oh, niks gezegd. En spring! Woehoe. Kan ik de camera draaien? Nee, dat is trouwens niet zo slim, want dan zie ik niks meer. Dan zie ik niet meer waar ik naartoe ga. Kan ik mijn geest eigenlijk zien? Ah, nee, met storm, stormwind, hoe je ook heet. Nee, want jij luistert niet meer. Oh, ga ik ooit nog winnen? Oh, waarom heb ik nou gekeken? Oh, waarom heb ik nou gekeken? But you were close, Mika. Just try again. Deze keer ga ik niet omkijken en ga ik gewoon zo snel mogelijk de finish proberen te halen. Dit is blijkbaar niet zoals in Bibi en Tina. Stella! Yes, oké, top. We hebben mijn geest nog niet in laten halen. Zo gek dat je tegen je eigen geest rijdt, vind ik een beetje eng. Maar ja, zoals jullie weten ben ik heel gauw bang in games. Ik krijg nog dagelijks reacties op de, welke game was het ook weer, Ankje van Gunsven en het mysterie van de verdwenen paarden. Ik krijg daar dagelijks nog reacties op van kinderen van 8 die zeggen, nou ik vond het niet eng hoor. Sorry, ik ben, nou toen was ik 18 of zo. Toen vond ik het gewoon eng. Maar ik heb daar gewoon iets mee. Als ik achterna gezeten word, ik krijg er zo de kriebels van. En nu heb ik eigenlijk hetzelfde, maar dan met mijn eigen geest, moet je nagaan. Maar ja, met Bibi en Tina moest ik ook steeds racen. Werd ik ook steeds achterna gezeten. Maar ja, toen wist ik gewoon dat ik ging winnen. Omdat mijn tegenspelers gewoon niet goed waren. En in deze game zijn ze blijkbaar wel een stukje beter. Nou, we moeten blijkbaar... oeh, een springtraining doen. Oh, dat vind ik al heel gaaf. Oké, okay. Nou, daar gaan we. Ik ben benieuwd. Even kijken, wel springen ook weer. Oh ja. Ik ga niet heel snel hoor. Wee. Kan ik hem weer draaien? Ik wil zo graag een mooie foto ervan kunnen maken. Maar ja, dan zie ik gewoon helemaal een hoeker. Woehoe. Dan gebeurt dat. Ja, ik zal wel gewoon even goed opletten. Sorry jongens en meiden. Jee, perfecte sprong. Faster windstorm. Oké, ja, hier kunnen we inderdaad even sneller. Want ik heb niet zoveel tijd. Net gehaald. Ik had nog 5 seconden. I've seen you fiddling around with this cell phone of yours. Why don't you use it to take a couple of pictures? Well, the signal out here is so poor anyway that I can't use my phone for anything else.
Neem een foto. Oké, we gaan foto's maken. Nou, dat wilde ik toch? Dus ze hebben goed geluisterd naar mij. Dat wilde ik. Alleen, ik wil wel foto's maken van het paard zelf. Niet van de omgeving. Ik weet niet zo goed waar ik naartoe moet, want op de kaart... Nee, wacht, er staat neem een foto van de regenboog. Ik zie nergens een regenboog. Moet ik dan naar water toe? Maar ik weet echt niet waar water is. Ik vind die wel echt heel mooi, maar ja. Is hier een regenboog? Nee. Het regent ook nergens. Oeh, een kerkhof. Ah, ik zie het op de kaart. Ik moet daar naartoe rijden. Aha, eindelijk. Ja, 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 ja. Kijk eens, een regenboog. Ja, stop even, stormwind. Camera. Yay, het is gelukt. Yay, eindelijk. Goed, ik moet even heel kort iets vertellen over de naam van de game. Want op de voorkant staat Whisper. Op de zijkant staat Whisper en Stormwind. En ik weet niet of jullie het hebben gemerkt, maar volgens mij heet het paard in de game zelf Windstorm. En ik dacht in de vorige aflevering dat ik het verkeerd had gezegd. Maar blijkbaar zeggen ze of Windstorm, of Stormwind, of Whisper. En ik snap er helemaal niks meer van. Dus dat wilde ik gewoon even zeggen over de naam. Weet jij hoe het nou precies heet? Laat me even onder in de reacties achter. Want ik ben helemaal in de war waarom het allemaal drie namen heeft. De game, de film, het paard. Ja, ik snap het niet zo goed. En vooral Windstorm en Stormwind lijkt heel veel op elkaar. Dus ik snap niet waarom ze beide namen gebruiken. Misschien voor de vertaling, voor een andere film. Maar wat maakt dat nou uit om die twee woorden nou om te draaien? Maar goed, ik vind dit een hele leuke game. Ik ga binnenkort weer nog een aflevering opnemen. En die komt dan ook weer binnenkort online natuurlijk. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Vond je dat nou? Vergeet dan geen duim omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. En dan tot de volgende keer. Doei doei!